Hallo lieverd en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Vandaag heb ik weer wat nieuws voor jullie. Misschien weten jullie al dat ik gek ben op klei. En ik heb vandaag hele speciale, namelijk eenhoornklei. Magic Dough. Magische superklei. Klinkt heel interessant. En deze is van Craze. Deze is elastisch. En nou ja, moet ik zeggen, elastisch bounces. Dus springend, of misschien beter gezegd stuitert, als een soort van stuiterbal. En er staat een hele speciale regenboog eenhoorn op. En de kleur is roze metaliek. Klinkt in ieder geval prachtig. Eens kijken wat er op de achterkant nog staat. Hier omdraaien. Hier zie je hoe het werkt. Je kunt er met een hamer op slaan. Dat hebben we in een eerdere video ook geprobeerd. Maar dat werkt niet zo goed. Maar het springen gaat wel heel goed. En je kunt er natuurlijk leuke vormen mee maken. De klei uit elkaar trekken. En helemaal uit elkaar halen. Dat gaan we zo natuurlijk allemaal even testen. De klei is voor kinderen vanaf 3 jaar. En ik ga hem eens openmaken. De doos alleen al is erg mooi. Lekker fel roze. Van metaal of tin. En als ik hem openmaak. Ik ben zo benieuwd hoe het er echt uitziet. Dat is wel vaker bij deze doosjes. Dat ze niet zo gemakkelijk open gaan. Beter even hulp inroepen als het je niet zelf lukt. Dit komt omdat de kleine deksel vastkleeft. En dan gaat de doos dus niet open. Nou, oké. Je wilt niet weten hoeveel moeite het heeft gekost om deze open te maken. Je ziet het ook hier. Het is nogal een strijd geweest. Ik heb ook maar even hulp ingeroepen, maar het lukte eigenlijk niemand. En nu heb ik dus maar gereedschap gebruikt om hier zo'n stukje in te duiken, zodat ik de deksel eraf kon wippen. En nu heb ik dan eindelijk mijn eenhoornklei. En die is echt roze, glanzend en glitterachtig. Nu zit het nog in een zakje, maar dan moet het natuurlijk even uit. Dus eens kijken of er een hoekje of iets aan zit. Ja, hier. Zo. Wauw. Het ziet er echt geweldig uit. Het voelt zich zo aan als een kaarsenwas, zeg maar. En het ruiken. Die ruikt heel raar. En als ik. Ja, dat was ook wel een beetje gek. Als ik die zo bij mijn neus hou. Het is net alsof de kleine haartjes van mijn neus. Eens kijken, misschien dat dat ook bij mijn armharen lukt. Want het is wel een heel raar idee. Je ziet het niet echt, maar ik heb het idee dat het zeg maar de haartjes aantrekt. Dat het net statisch is. Alsof je een wollen trui aan hebt en statisch geladen haartjes hebt. Of bijvoorbeeld als je een ballon hebt, die dan langs je arm beweegt, dan gaan de haartjes ook rechtop staan. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar de haartjes bewegen een klein beetje. Even kijken of dat zichtbaar. Heel vreemd in ieder geval. Ik geloof dat je niet echt goed kunt zien. Ik heb het nog niet eerder gehad met klei. Je kunt de klei wel ook uit elkaar trekken zoals je ziet. Daar ben ik wel gewend en dat werkt goed. Nu eens kijken of de klei ook stuitert. Daarvoor maak ik er eerst even een bal van. En dan... Oei, ja hij springt. Oh, hij is best wel zwaar, dus ik knal ook bijna tegen de camera aan. Eens kijken, wat stond er nog meer? Erop slaan met een hamer gaan we maar niet meer doen. Stuiter heb ik getest. Dan nog in vorm maken. Dus hier een klein konijntje. Uit elkaar trekken, ja. En verdelen in stukken. Dus eens kijken, zet er zo pluisjes aan. Even eraf halen. Je kunt er echt van alles qua vormen mee maken. Je kunt er aan trekken, uit elkaar halen, draaien. Dus hier bijvoorbeeld. Of je kunt natuurlijk ook eromheen draaien. Allerlei mogelijkheden, dus je kunt er van alles mee maken. Eens kijken of het uit elkaar trekken ook lukt. Ho, ja, dat lukt. Dus je kunt er ook verschillende losse vormen mee maken. Het ruikt wat anders dan de klei die ik gewend ben. Maar verder heeft het dezelfde eigenschappen. Ja, terwijl dat rare statische als nu. Dat de haartjes dan meebewegen met de klei zonder dat ik ze aanraak. Misschien verbeeld ik het met mijn haar hoor, maar het voelt wel echt zo.
En dat voelde ik zeker zo als ik bijvoorbeeld klei bij mijn neus hou. Dus ja, allemaal heel merkwaardig, maar wel erg cool. En ja, het blijft ook gewoon een hele gave kleur. Rare geur, maar een leuke kleur, dat wel. En ja, er staat ook een leuke eenhoorn op de deksel. En het is dus felroze, glanzend en inderdaad wat metaalachtig. Nu vind ik niet dat eenhoorn klei per se roze moet zijn. Ik had eigenlijk liever regenboogkleuren gehad, maar dat is natuurlijk mijn mening. Wat vind jij een goede kleur voor eenhoornklei? Laat het ons weten in de commentaren. Vind je pink metallic perfect bijvoorbeeld? Laat het dan ook weten. Of verzin zelf een kleur, dat is nog beter. Heb je deze klei al eens gezien of zelf ook uitgeprobeerd? Laat het ons weten wat je ervan vond. En laat ons weten wat je vond van deze video. Van deze kleine voorstelling met klei. Vinden we natuurlijk altijd leuk om eventjes te horen. Geef ons ook een duimpje als je het leuk vond. Ik hoop dat de volgende keer de doos niet zo moeilijk open gaat. Nu is het doosje niet meer zo mooi helaas. Je kunt de klei wel opbergen in het doosje, dus dat is wel handig. En die kan dan wel makkelijk open door de inkeping. Nou ja, ik hoop dat het je beviel. En tot een volgende keer. Dan hoop ik je weer te zien. Doei!